Dag iedereen, ik ben reporter Riley en vandaag ben ik aanwezig op Facts. Ik heb gehoord dat David Hasselhoff hier vandaag aanwezig is en die wil ik heel graag eens ontmoeten. Weet u waar David Hasselhoff is? Nee, geen idee. Weet u waar David Hasselhoff is? Oh, jammer. Blijkbaar weet voorlopig niemand waar David Hasselhoff is, dus we geven Riley de taak om wat mensen te interviewen. Waarom moet ik kiezen voor jullie fandom? Omdat wij geweldig zijn. Kijk naar mijn emoties. Disney! Kleurrijk! Awesome! Yay! Ja, wie houdt er nu niet van kannibalen, eerlijk gezegd? Allee, een kannibaal is toch geweldig? Als je fan bent van intellectuele humor, die eigenlijk zeer plat wordt verteld. Topnotch humor, maar platte humor. En het leuk vindt dat ze lachen met de maatschappij, dan moet je echt naar South Park kijken. Zelf ben ik niet zo heel erg overtuigd van South Park, maar het wordt wel ondertussen even de tijd om David Hasselhoff te zoeken natuurlijk. Weet u waar David Hasselhoff is? Riley, dat weet R2-D2 toch niet, maar ik heb gehoord dat de meisjes aan de infobalie het wel weten. Probeer het daar eens. In hal 4, van achter. Dankjewel. Ik ben bij zaal 4 en hier zou David Hasselhoff ergens moeten zijn, dus ik ga nu op zoek naar hem. We hebben David Hasselhoff nog niet gevonden, maar wel onze beste kameraad. Genaamd William Boeva, de David Hasselhoff van de comedy, dames en heren. Ja, inderdaad. En wat vindt u van Fact? Wel, ik kom hier heel graag als bezoeker, maar ook nu hier om foto's te nemen en met u te babbelen natuurlijk. We kennen elkaar al lang, we zijn goede vrienden daarbuiten. Ik mag hem Raaf noemen, van de media Raven, snap je wel. En ik vind het hier altijd leuk. Het is veel volk, veel mensen in cosplay, games, bekende mensen om mee op de foto te gaan. Dus het is kei leuk.